paar dagen terug heeft het geregend. En dat heeft het voedselbosje goed gedaan. Nou ja, voedselbosje. Dit jaar kan ik er niet echt veel van oogsten. Maar het is voor de biodiversiteit wel heel interessant. En ook voor de paarden en het weiland. Ik ben benieuwd of al die gassen die nu lekker uitgebloeid zijn en in zaad zitten, die zaden dan in het weiland terechtkomen. Zodat het helpt voor een weiland met een mooie grasmat. Grasmat met verschillende soorten gassen. De grootste winst zit hem in de biodiversiteit. Allemaal vogels, reeënvogels, insecten, vlindertjes. Deze wilgen staan op de droge zandgrond. Ik heb ze heel diep met de paddenboor gezet. En het werkt, ze zijn prachtig groen. Maar een beetje denken aan die aan een project in China waarin ze ook de woestijnen aangaan met bomen te planten. En die gaan ze ook lekker diep de grond inzetten, zodat het makkelijker is om bij water te komen. Ja, dat drijft dus ook wel prima. Nog een paar zonnebloempjes. En, ja, die leven nog. Dus dat is een meevalletje. Het meeste is niks geworden door de droogte. Maar er zitten toch nog wel een paar zonnebloempjes. Dus wie weet nog zonnebloemen aan ergens deze zomer. De klaver heeft het heel goed gedaan zonder hulp. Ik heb 0 keer water gegeven. Een beetje gemulched een paar dagen terug. Daar zijn we gewoon eens van het doen. Dat heb ik gedaan om de boompjes een beetje te beschermen. Dus rondom het boompje. Ook goed tegen de uitdroging. En dat is bedekking ook over het gras. En het gras is heel slecht voor boompjes. Dat pakt heel veel voeding en water. Dus de boompjes waar ik zuinig op ben, zoals deze, heb ik gemulched. Mulched is tuinafval, maar dat kan van alles zijn. Dit is uit de stal. Voornamelijk stro, een beetje paardenmest en lauriertakjes. Deze wilg staat wat hoger dan daar en daar. Zie je gelijk, zoals die wilg die daar staat, die heeft het een stuk zwaarder. Hoe dat wat water zit wat dieper. En die zijn ook nog groen, valt niks tegen. Nog een klein beetje voedsel opgeleverd. Ik vind deze lekkerder dan die rode. Kassasbessen.
mij was dit de cultivar met extra veel vitamine C. Kijk, die reeën hebben best wel beschadigd. De hazelaar. Ja, voedselbosje, zoals die wilg en de klaver. Hier nog wat zonnebloemen, dus er komt nog wel wat in het verschiet. De moer bij doet ook goed. Maar schoentjes voor Celia doet ook heel goed. Geen aardbeidjes. Heel wat zaden van deze. Bieslook. Nog een moerbeidje. Die heb ik niet gemild, maar die ziet er wel heel goed uit. Nogmaals, geen water gegeven, puur op eigen kracht. Eigen kracht en een slimme beplanting, zoals die klaver en deze. Er ging stikstof in de grond. Lupine, blauwe lupine. Zo maak je die droge, zuurige grond toch nog vruchtbaar. De luzerne is niks. Die doet er niet op zure grond. Had mijn oma al gezegd, maar ik wil toch even proberen. Dat is leuk, een ijzerhart. Die zit hier mooi, die doet het goed. Daar ben ik zuinig op. Een inheemse plant. Eetbaar voor paarden. Niet giftig. En leuk voor insecten, vindertjes en dergelijke. Zelf gezaaid. Deze ook zelf gezaaid, net zoals die Echinacee. Een rozenbottel. Dus dat zijn dan een beetje de wildere, sterkere varianten.
minder mooi of smaakvol dan de gecultiveerde, maar dit voedselbosje is ook meer voor de paarden. En als ik er af en toe lekker iets van kan plukken voor mezelf, dan doe ik dat. Ja, deze heb ik ook lekker bewet met de mulch. Ook een mooi woord, dat Duitse mulch woord. Mooi op het gras gedaan en dan als het goed is gaat het gras tot stikdam of ik krijg geen zon meer. En dan komt er meer voeding in voor deze. Ik heb deze ook gewoon wat paardenmest uit het weiland gegeven. Maar dat mulch is niet zozeer de mest, maar meer gewoon een mooie mix van afval. Dat kan van alles zijn. Ik kan ook mulchen met schapenwol. En dat is vooral in de zuidelijke landen heel handig, want dan helpt heel goed tegen uitdroging die zonreflecterende schapenwol. Hier nog wat lucerne. Het leeft wel, maar ik kan nog niet spreken van een groot succes. Allemaal gaten van konijnen en paardjes. Oh nee, dat is geen paardje, dat is een. Daar heb ik allemaal zonnebloemen gezaaid, dus vandaar die lijn. Het is een soort berk, maar je noemt het de haagbeuk. Familie van de berk en eetbaar voor paarden. En je kan er een mooie haag van maken. Ja, hier is de doornloze beraam. Die moet eigenlijk een beetje klimmen. En deze ziet er nog heel mooi uit. De toekomst. Nou, hopelijk verandert de wet en regelgeving dat ik boompjes altijd kan kappen. Want er is nu een regelgeving: als een boompje te groot wordt, dan moet je een vergunning vragen om te kappen. Dat vind ik niet helemaal rechtvaardig en duurzaamheidsstimulerend. Want ik wil gewoon in vrijheid zonder aanplantvergunning boompjes kunnen planten, overal, maakt niet uit waar. En die boompjes moet ik zonder vergunning ook weer weg kunnen halen. Ik geef de ondernemers de vrijheid en het vertrouwen om te verduurzamen. Dus te doen voor de biodiversiteit. En ook om een eigen boerderij te helpen op financieel gebied. Want als je wat bomen hebt midden op je boerenland, dan is dat zeer waarschijnlijk ook gunstig voor de waterhuishouding. Omdat bomen houden het water goed vast en die brengen het omhoog. Vandaar ook die wilgen. En dan krijg je minder snel gele of bruine weilanden. En het kan een extra voedingsbron opleveren. Dus dan
is het weiland misschien wel helemaal kapot. En dan heb je in het voedselbosje nog wel wat voeding voor het vee. Wat gunstig is voor het bedrijf. Paarden zijn natuurlijk niet echt vee. Maar wel ons verdienmodel. Waar wij een boterham van kunnen eten. Hele mooie paarse bloemetjes hier. Witte schermen, duizendblad, is van echt een wilde plant die hier voorkomt. Hartstikke leuk om hier te zien. Maar die staan ook al gewoon in het weiland. Kijk, daarachter is het gras best wel hoog en de kruiden. Dat is heel fijn voor de biodiversiteit. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende aflevering.